Vandaag gingen de deuren open van Magisch Maastricht op het Vrijthof. Midden op de kerstmarkt staat wederom een schaatsbaan, dit jaar voorzien van een typisch Maastricht steentje. Je kunt namelijk onder een replica van de Servaasbrug doorschaatsen en eroverheen lopen. Het idee is ontstaan in Amsterdam. Daar hebben ze ook een kleine brug over de schaatsbaan. En zodoende dat wij op het idee kwamen om dat ook voor Maastricht te doen. Was het moeilijk om hem te fabriceren? Het was wel een uitdaging. Hè? Je hebt een zeilconstructie en dan moet er een mooi decor overheen gebouwd worden. Maar dat is gebouwd door het atelier van Tomorrowland. Die jongens hebben het geweldig gedaan en je ziet het. Het lijkt er toch behoorlijk op, denk ik. En je kunt er ook nog overheen lopen? Ook dat, ja. Weliswaar van één kant. Je kunt er slotjes aan hangen, een soort van Pont d'Amour, zeg maar, net als in Parijs. En wat valt er verder op aan Magisch Maastricht dit jaar? We hebben een fonkelnieuw reuzenrad met gesloten glazen gondels. We hebben een hele grote almhutte hebben we neergezet. We hebben een pleintje gecreëerd waar curlingbanen op liggen. Hè, voor de kerken en de Sint-Servaas. Dus dat zijn eigenlijk wel een beetje de nieuwigheden die we hebben. Waarom is ervoor gekozen om die gesloten gondels te hebben in het reuzenrad? Ja goed, het is meer van deze tijd. Hè. Veiliger, energiezuiniger. Dus ja goed, nu zitten er ook mensen in met slecht weer. Als het regent en weer waait, kun je toch in het reuzenrad gaan zitten. Magisch Maastricht staat ook voor alle andere culturele gezelligheid van de komende maand. We hebben de magische lichtroutes. Die brengen je eigenlijk langs alle lichtjes in de stad. En wat wel leuk is dat er dit jaar ook twee lichtkunstwerken zijn. Eentje bij het Brikkengebouw en eentje op de Sint-Servaasbrug. Die is vanaf medio december. Wat daarnaast ook echt wel de moeite is, is de kerststallenroute in het Stokstraatkwartier. Dan kun je op verschillende plekken daar allerlei leuke kerststallen bewonderen. Heel bijzonder dit jaar is dat we eigenlijk dagelijks tussen 16 december en 8 januari hebben wij straattheater in Maastricht. En daar hebben we dit jaar echt gekozen voor heel beeldend straattheater met hele mooie pakjes en lampjes. Dus iedere dag trekken die door het centrum heen en ook door Wiek. Daarnaast hebben we met een theatermaker, jonge theatermaakster, die meerdere acts heeft samengesteld. Dan moet je denken aan de ondeugende kerstelfjes of een goochelact of de waarzegster van de goede voornemens. En dan kun je ook dagelijks op verschillende plekken in Maastricht kun je die vinden. Ik ben voor mijn programma natuurlijk in contact met heel veel lokale artiesten en ook gezelschappen. En wat ik merkte in het begin was dat het kwam moeilijk op gang. Maar uiteindelijk heb ik de laatste maanden heb ik heel veel gezelschappen eigenlijk bij me aangemeld. Dus toch, iedereen is weer klaar om ook weer een vol programma neer te zetten.